Vooraan wordt nog altijd gas gegeven door Guido Laurijs en Fortunity. Vlak daarachter ligt Free Victory. Die krijgt een prachtige koers op deze manier. En de rest van het veld moet wat meer doen om in de buurt te komen. Freedom Dupac ligt nog altijd derde. Aan de buitenkant is onderweg Epona de Nee. Epona de Nee die nu helemaal naar de buitenkant gaat en waarschijnlijk vanwege de gangen eruit gaat. Epona de Nee wordt teruggenomen aan de buitenzijde en valt terug. Inderdaad is hij eruit vanwege de gangen. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. De koploper moet ook oppassen trouwens. Fortunity leidt nog wel makkelijk en Free Victory gaat erachter vandaan. En zo gaan de paarden zo meteen de laatste rechte lijn inkomen. Aan de binnenzijde komt heel slim naar voren Etoile de la Haye en Hanna Huygens. En die ligt in één keer derde. Buitenkant door het derde spoor onderweg Elvera. Daar komt Free Victory. Die zet druk bij Fortunity in de bocht. En dat heeft succes zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is overgenomen door Krebas met Free Victory. Free Victory, daar komt aan de buitenkant Etoile de la Haye. Gaat tussen Hanna Huygens en Bas Krebas. Krebas aan de binnenkant, Huygens aan de buitenzijde. Krebas nog altijd. Daar komt Huygens. Die komt dichterbij. Die komt dichterbij. Die komt heel dichtbij. En die is er net niet voorbij. Het is Krebas die wint. Rechtlijn nog eventjes. Bas moet nog wel even aan het werk. Ja, hij gaat natuurlijk. Rechtlijn is heel lang daar. En hij zet al halverwege de laatste hoek aan. En ja. Precies op tijd binnen. En handig heel slim gereden. Ja, echt heel handig. Ja. Free Victory voor Etoile de la Haye. En voor plaats 3 houden we nog even een slag om de arm. Uitslag in cijfers 4, 9, 5, dan de 1 en dan de 7. Versneld. En de start gevallen. Midden van de baan wordt de leiding genomen door Free Victory. En aan de buitenkant wordt hij gelijk gepasseerd door de favoriet Fortunity. Fortunity neemt over. Free Victory ligt op de tweede plaats. En zo gaan ze de eerste bocht in. De derde plaats daarachter is voor het nummer 1 van Freedom Dupac. En zo gaan ze de bocht door. Hekkensluiter op dit moment is Rick Ebbingen. We zagen hem met zijn gouden helm maar in de eigenarenkleur achter de 6 Godin de Valvorge. Daar zien we de achtervolgers. Dit is Freedom Dupac. En de koploper, dat is Fortunity, de 5. Die is alweer in de rechte lijn overzijde en heeft een voorsprongetje van een lengte of 3. Nu nog 2 op Free Victory. Daarachter wordt de achtervolging geleid door Freedom Dupac. We zien aan de buitenkant ook opvallende gaaskap van Gypsy Okanje in het tweede spoor onderweg. En er wordt gas gegeven vooraan, alhoewel het veld daarachter nu wel langzaamaan weer aansluit. Leiding is in handen van Fortunity. Fortunity, Free Victory, galoppaarden daar. Galoppaarden van de 3, Galaxy du Condros. Nog niet uitgeschakeld, maar wel ruim achter het veld. En we zien ook wat problemen en nu een fout van Gypsy Okanje. Gypsy Okanje springt, deelnemer aan zijn binnenkant, draaft hem matig. Dat is Godin du Valvorge van Ebbingen. Ligt aan de staart van het veld, maar gaat wel naar het tweede spoor. Paarden gaan de laatste ronde in. Fortunity leidt, Free Victory ligt tweede. Derde aan de relingzijde is Freedom du Pac. Nog één ronde te gaan. Daarachter volgt aan de buitenkant dan Epona de Nee met Jules van der Putten. En daarachter volgt dan het nummer 7 van Elvera met Lieven Canaar. En ook nog in het veld aan de relingzijde Etoile de la Haye, Hanna Huygens. Hekkensluiter op dit moment is Godin de Valvorge. Komt er nog iets van achteren? Vraagteken. Op dit moment heel weinig. Vooraan wordt nog altijd gas gegeven door Guido Laurijs en Fortunity. Vlak daarachter ligt Free Victory. Die krijgt een prachtige koers op deze manier. En de rest van het veld moet wat meer doen om in de buurt te komen. Freedom Dupac ligt nog altijd derde. Aan de buitenkant is onderweg Epona de Nee. Epona de Nee die nu helemaal naar de buitenkant gaat. En waarschijnlijk vanwege de gangen eruit gaat. Epona de Nee wordt teruggenomen aan de buitenzijde. En valt terug. Inderdaad is hij eruit vanwege de gangen. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. De koploper moet ook oppassen trouwens. Fortunity leidt nog wel makkelijk. En Free Victory gaat erachter vandaan.
En zo gaan de paarden zo meteen de laatste rechte lijn inkomen. Aan de binnenzijde komt heel slim naar voren Etoile de la Haye en Hanna Huygens. En die ligt in één keer derde. Buitenkant door het derde spoor onderweg Elvera. Daar komt Free Victory. Die zet druk bij Fortunity in de bocht. En dat heeft succes zijn in de laatste rechte lijn. Leiding is overgenomen door Krebas met Free Victory. Free Victory, daar komt aan de buitenkant Etoile de la Haye. Gaat tussen Hanna Huygens en Bas Krebas. Krebas aan de binnenkant, Huygens aan de buitenzijde. Krebas nog altijd. Daar komt Huygens. Die komt dichterbij. Die komt dichterbij. Die komt heel dichtbij. En die is er net niet voorbij. Het is Krebas die wint. Free Victory voor Etoile de la Haye. En voor plaats 3 houden we nog even een slag om de arm.